Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, welkom allemaal vandaag. Al is de aanleiding dat we hier staan niet altijd voor iedereen even goed. Uw vrouw is in 2012 hier voor de deur aangereden en sindsdien hard gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. En, dat zijn dingen die we als gemeente natuurlijk heel belangrijk vinden om te kijken hoe we dingen kunnen verbeteren en hoe we dingen ook veiliger kunnen maken. Dus we gaan zo meteen een aantal mooie dingen onthullen. Maar allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor de inzet om dit voor elkaar te krijgen. Daarvoor heb ik een klein bloemetje meegenomen. Als dank voor jullie inzet. Dus alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Is het alsjeblieft. Beter voor jou? Nee, dan gaan we nu gewoon naar buiten om de dingen te onthullen. Nou, langs de weg staan er een aantal bij de verschillende zebrapaden. We gaan er nu symbolisch gaan we er samen doen. Dus mag ik u vragen om het eerste koordje door te knippen? Dat zullen we eens doen. Nou, dan mag Hassan de tweede doen. Dank je. Nou, dan kijken of we in het geheel. Zo. Waarom op deze locatie deze onthulling? Nou, als je ziet liggen hier zebrapaden. Wordt er vaak hard gereden en zijn we altijd bezig om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. En mede op basis van het initiatief van wat buurtbewoners hebben gewild, hebben we hier een aantal beelden neergezet om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. En wat gaan deze beelden bijdragen aan de verkeersveiligheid? Nou, het wordt hierdoor zichtbaarder dat hier een zebrapad is waar voetgangers over moeten steken. Dus voor de weggebruiker wordt duidelijk dat hier een zebrapad ligt. Ja, wij zijn blij dat het dus nu eindelijk dus gevolg heeft gekregen met het een beetje veiliger maken de weg. Want het is eigenlijk een racebaan hier zo. De Groene Dijk is gewoon een racebaan. En doordat mijn vrouw dus in 2012, in oktober 2012, op die zebra is aangereden, is ze 3 meter door de lucht gevlogen enzovoort. Dat is allemaal gelukkig goed afgelopen. Maar het heeft wel langer geduurd dat ze dus weer helemaal alles zo'n beetje kon doen. Maar toen ik was voorzitter van de buurtpreventie in Wisselaar West. En toen hebben wij dus in het kader van de veiligheid hebben we dus met de politie dat afgesproken van jongens, doe er eens wat mee. Ik bedoel, er wordt constant gevlogen. Maar ja, je kunt de politie moeilijk verwachten dat ze elke dag hier staan te meten. Dat gaat dus niet. Dus hebben we dus als buurtpreventie heb ik toen als oud, ik ben inmiddels geen voorzitter meer, maar als voorzitter heb ik toen het idee ontworpen of aangedragen met Hassan, die zit ook in de buurtpreventie. En die werkt bij de gemeente, van kunnen we daar iets mee doen? Dat hebben we dus bij de diverse wethouders onder andere hebben we dat ook al gedaan. En zijn we in contact gekomen met Martijn Geervliet van de gemeente. En die heeft ons in alle instanties perfect geholpen daarbij. En na ruim drie jaar is dit het resultaat, zie je wel. Waarom is het belangrijk dat dit initiatief is gebeurd? Nou, we zitten hier vooral 's avonds met snelheden van rond de 100, 120 km per uur. 's Avonds als je dus met licht oprijdt, dan zie je ook niemand oversteken. Dat is een van de dingen. Daarom zijn we blij met die apparaat met reflecterend licht. We zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want ik had er daarin bij de Zorgumstraat, had ik er een verwacht. Want er is namelijk een oversteek voor schooljeugd. Voor ouderen die naar de dokter toe gaan. En die staan er soms 2-3 minuten te wachten met de rollator. En als ze over willen steken, dan zijn die mensen onzeker. Dan schieten ze weer terug, omdat er in de verte een auto aankomt. Is dat de volgende stad, omdat daar ook zo'n initiatief gebeurt? Daar ben ik al 3 jaar aan bezig. En het elke keer wordt gecanceld door de gemeente. Want ze willen af van de zebrapaden. Dat is het enige wat ze roepen. Nou, we zijn hier nu bezig op een aantal locaties bij de verschillende zebrapaden die bij winkelcentrum Hoge Vught hier is. Doen we dit nu en we gaan kijken wat de effecten daarvan zijn.
Ja, winkelcentrum is bezig met een Facebook-actie om de verschillende beelden ook een naam te geven. En daar kunnen mensen op reageren en uiteindelijk zal de mooiste naam gekozen worden voor de beelden. Oh, de namen zijn nog niet gekozen? De namen zijn nog niet gekozen inderdaad. Wij hebben ze neergezet om de zichtbaarheid van de zebrapaden te vergroten. En het winkelcentrum gaat zelf aan de gang met de namen voor de beelden. En hoe gaat dat gebeuren? Gaan dat de buurtbewoners gaan dan de namen verzinnen? Nou, de bezoekers van het winkelcentrum in combinatie met de ondernemers gaan daar een keuze in maken.